in het kader van dit toch wel boeiend onderwerp voor ons als juristen. Daar waar ik ook begrijp en eigenlijk ergens gelukkig ben dat de schepen van de stad Gent, en ik verwelkom ook de schepen van de stad Antwerpen, meneer Van Kampenhout, hier vandaag aanwezig, dat die voor mij eigenlijk al een deur heeft opengetrapt voor een stuk, want u weet, als een advocaat aan de deur klopt, dan stopt de waarheid meestal, denken de meeste mensen. Dus ik ben blij dat de schepen inderdaad al een bepaalde voorzet heeft getrapt. Mijn bedoeling van de thesis vandaag is om even dieper in te gaan op het Nederlands model. Het Nederlands model dat toch al vast juridisch geïnstitutionaliseerd is, ook jurisprudentieel aanvaard wordt. En even te kijken hoe dat model op de dag van vandaag in België ervoor staat, de status quo. Ik denk dat dat belangrijk is om dat onderzoek even te doen, omdat er allicht voor gebeurlijke potentiële investeerders, bedrijven, wel een aantal vragen zullen zijn en zeggen van goed, die advocaat van voor die kan daar maar wat uit zijn nek staan kletsen wat hij wil, wat vindt de rechter daarvan. Als ik even terug ga naar het begin, denk ik dat het model, ik noem het het Camelot-model, terug te brengen is tot de bezieler en de instigator ervan. En hij zal zijn naam niet graag horen, vandaar dat ik het bewust doe, de heer Van Gestel, Joost Van Gestel, die eigenlijk in mijn persoonlijke perceptie het brein is achter dit ganse concept. En dat is inderdaad ontstaan in 1993. En op het moment dat meneer Van Gestel mij belde en vroeg van, nou, had u graag deelgenomen aan een symposium, wij noemen dat dan een seminarie in Antwerpen, zei ik, ja prima, dat is leuk. En ik sloeg op diezelfde dag de Gazette van Antwerpen open en ik las daar een heel boeiend artikel dat eigenlijk van toepassing was op Camelot. Het was een artikel met een jong koppel en de titel droeg Voor weinig geld een zee van ruimte. En als men inderdaad dat artikel las, dan kon men vaststellen dat een jong koppel een leegstaande villa in Braschaat betrok voor een bedrag van €175 per maand. En men heeft dan die mensen geïnterviewd, want u weet dat er reporters zijn. Men gaat dan moeilijke vragen stellen en zeggen, dat is toch allemaal raar. Heel dat model, hoe steekt dat in elkaar? En ik was eigenlijk best gelukkig om te lezen dat op basis van die desondanks moeilijke vragen dat een duidelijk en transparant artikel was. Want wat die mensen heel duidelijk op voorhand zeiden is van, kijk, wij hebben een intakegesprek gehad met Camelot. Er is ons heel duidelijk gemaakt hoe het juridische model in elkaar steekt en hoe en waarom dat tijdelijk karakter eigenlijk aan die overeenkomst gegeven wordt. Ik kom daar ook later nog op terug. Ik heb al gezegd, in Nederland is het een heel duidelijk juridisch afgeleid model. En ik besef nu juist dat ik waarschijnlijk zelf moet drukken op het knopje. Dat wordt voor mij niet gedaan. Is dat dan het middenste knopje dat ik druk? Het pijltje, denk ik. Het rechterpijltje. Fantastisch. Dus de eerste zin mag je wel overslagen. Dus Nederland duidelijk juridisch en geïnstitutionaliseerd. Ik denk dat dat een duidelijk concept is omwille van het feit dat verschillende bedrijven in Nederland de zowel maatschappelijke voordelen beseffen als de bedrijfseconomische. Omdat voor een bedrijf is het nuttig, indien men geconfronteerd wordt met leegstand, dat men eigenlijk met flexibele juridische contracten gaat werken. Flexibele juridische contracten die een bedrijf toe moeten laten in het kader van een tussenfase waar ze zich in bevinden, een snelle beslissing te nemen in het kader van een gebeurlijke reconversie, een herbestemming geven aan een onroerend goed. En daarbij is het voor een bedrijf belangrijk dat zij op korte termijn kunnen zeggen van kijk, wij hebben die beslissing nu genomen en dat zij in de contracterende partner, in dit geval is dat dan Camelot, kunnen zeggen van goed, die overeenkomst moet opgezegd worden op een termijn van een 3 tot 4 weken. Nu, in Nederland werkt men eigenlijk met een dubbele trap. Men gaat in eerste instantie, zoals de heer Van Oost daar straks ook al aanhaalde, gaat men werken met de zogenaamde beheersovereenkomst. Dus de beheersovereenkomst is eigenlijk de raamkader, de schepen van Gent sprak daar straks over geïndividualiseerde overeenkomsten. Ik treed hem daarin bij, want je kan, er was ook een vraag van een aandachtig luisteraar, van ja, waarom wordt er dan niet gesproken over grote raamcontracten? Wel, het is een materie die dermate specifiek is. Je kan grote raamkaders gaan creëren, maar elke invulling van een leegstaand pand is specifiek. Je kan het zo gek niet bedenken. Je kan te maken krijgen met een kasteel, een ziekenhuis, noem maar op. Dat moet ingevuld worden en kan ingevuld worden door Camelot. En dat denk ik dat ook de sterkte van het Camelot-product is. En voor de goede orde, ik word vandaag niet betaald om hier te komen spreken. Maar volgens mij is het de sterkte van Camelot dat ze eigenlijk tailor-made kunnen werken. Naast dat zij een beheersovereenkomst maken, zuiver consensualisme, op dat vlak ervaren wij weinig problemen, wordt er dan vervolgens in tweede lijn een overeenkomst gesloten. Die tweede lijn is belangrijk. Die is niet alleen belangrijk voor Camelot. Camelot die dus een overeenkomst sluit met de specifieke bezitter of bezitters. Maar is ook belangrijk voor de eigenaar, want de eigenaar moet weten wat de juridische omkadering is en de aansprakelijkheden die op papier worden gezet tussen het bedrijf Camelot en de bezitter. Die mensen willen ook zien wie dat er gebeurlijk hun pand zal komen bezetten. In Nederland noemt men dat de specifieke bruikleenovereenkomsten.
Ik heb het daar straks al verschillende keren horen noemen. Wij vinden als juristen in België dat het concept bezetting ter bede eerder nauw aansluit bij ons lokaal bestel. Ik kom daar straks ook nog op terug. Ik zal u toelichten waarom. Wel, als u elke keer uw pen in de lucht wilt steken, dan doe ik gewoon dit. Dat zou sympathiek zijn. Of ik kan die draaien. Nu goed. Het specifieke aan een bruikleenovereenkomst in Nederland is dat het ook een tijdelijk karakter kent. En in Nederland, veel eerder dan in België, gebeurlijk overeenkomsten zijn die al dan niet om niet worden gesloten. Al dan niet om niet, wat bedoel ik daarmee? Men gaat eigenlijk duidelijk maken aan de gebruiker en de bezitter van een onroerend goed, van kijk, u kan hierin resideren, u kan hier spreekwoordelijk uw tijdelijke droom beleven, want iedereen zou graag in Ierland of in de buurt van Ierland zo eens in een leegstand kasteel gaan resideren. Maar u moet weten dat dit kan opgezegd worden op een periode van 2 weken, 3 weken of 4 weken. Dat onzekere karakter heeft eigenlijk geleid tot een gebeurlijke jurisprudentie. Een jurisprudentie in Nederland. En ik ga even kijken of ik al te ver zit. Veel te ver. Voilà. Ik haal 3 gebeurlijke uitspraken aan. Waarom vind ik dat belangrijk? Niet om het model negatief kritisch te bekijken, maar wel om openheid en transparantie te geven aan de sprekers vandaag en aan de luisteraars vandaag, omdat dit, wat mij betreft, eigenlijk 3 toonaangevende uitspraken zijn. We hebben daar een uitspraak van de rechtbank van Sertogenbosch, kantonaalgerecht, de rechtbank van Maastricht en de rechtbank van Amsterdam. Waarom is dat leuk om weten en leuk om te interpreteren als jurist? Omdat je natuurlijk als jurist zoveel op papier kan zetten als je wil. Dat moet nog altijd getoetst worden. En omdat wij de dag van vandaag ook moeten vaststellen, en ik denk dat dat voor de deel de schuld is van collega's van mijzelf, dus ik denk dat ik mezelf ook daar de hand moet slaan, dat advocaten de gewoonte hebben om datgene wat op papier gezet wordt achteraf te gaan interpreteren als iets totaal en volstrekt omgekeerd. En dat het dan toch wel niet, meneer de voorzitter, de bedoeling was geweest. En dan krijgt men procedures die ellenlang duren. Wel, in dit geval zijn wij toch zeer tevreden dat in Nederland op heel korte termijn is kortgesloten en dat de rechtbank op dat vlak, de jurisprudentie, een zeer duidelijke, stringente, rechte lijn volgt. Bijvoorbeeld, wat deed zich voor in Sertogenbosch? In Sertogenbosch hadden we de casus dat een gemeente een eigendom of een gebruiksovereenkomst, beheersovereenkomst sloot met Kamelot. Met betrekking tot het eigendom, de zogenaamde anti-krakerwacht noemt men dat in Nederland. Op een bepaald ogenblik zegt de gemeente die overeenkomst op, conform het contract, op 4 weken. En Kamelot zegt de respectievelijke gebruiker op 2 weken, ook conform contract. Nu, wat zegt die gebruiker? Die stapt op dat ogenblik naar een advocaat. En die advocaat die gaat pretenderen, ja, maar dit is helemaal geen bruikleenovereenkomst. Dit is wat wij noemen een huurovereenkomst. Dus u verstaat het, advocaat gaat dat anders lezen. Het concept allicht niet kennende of misschien mogelijk denkende aan de provisies. Die zaak komt voor de rechter en die rechter die gaat daar eigenlijk, mijns inziens, op een heel correcte wijze mee om. En die is in eerste instantie gaan kijken en heeft gezegd van ja, maar goed, die bruikleenovereenkomst, we moeten dat gaan toetsen aan een huurovereenkomst. En kan eigenlijk een bruikleenovereenkomst autonoom op zichzelf bestaan naast een huurovereenkomst? Kan dat rekening houdende met, in dit geval, het Kamelot-model? Wel, de rechter in Sertogenbosch was daarin klaar en duidelijk en heeft daar inderdaad een uitspraak gedaan, wat wij in Vlaanderen noemen het principe pacta sunt servanda. U weet wat u op voorhand getekend heeft. Heeft ook dat concept zeer duidelijk en transparant uitgelegd gekregen voor de goede orde, niet door mezelf. En heeft op basis van een vonnis besloten en gezegd inderdaad, die bruikleenovereenkomsten in Nederland zijn duidelijk, zijn aanvaard. Dus die opzegging op 2 weken tijd is wel degelijk gerechtvaardigd. Amsterdam, hoe kan het ook anders? Daar zal rekening houden met de vroegere krakersproblematiek. Is er ook een casus geweest waarbij de jurist het eigenlijk net iets slimmer trachtte te spelen en zei, ja goed, als we dan niet met een huurovereenkomst te maken hebben, dan zitten we met een probleem wat de bruikleenovereenkomst betreft. Want daar argumenteerde men van, ja maar een bruikleenovereenkomst moet eigenlijk om niet zijn. Zijnde toen kosteloos een titel. En Kamelot vraagt daarvoor het bedrag van, in dit geval was het een 170 euro's. Dus men gaat eigenlijk de bruikleenovereenkomst omzeilen door een bepaalde vergoeding te vragen. De rechtbank heeft dat ook, mijn zinziens, zeer terecht geïnterpreteerd en gezegd van, kijk, u bent hier de spreekwoordelijke appelen en peren aan het gaan vergelijken, want juridisch en contractueel is er duidelijk vastgelegd dat het hier niet gaat om een specifieke vergoeding, maar wel een bepaalde kost die wordt geplaatst tegenover de bezetting. Dus ook de rechtbank heeft dat argument, wat niet onbelangrijk is, van tafel geveegd in het voordeel eigenlijk van het Kamelot-concept. Dat werd ook gevolgd door de rechtbank van Maastricht.
die inderdaad in dezelfde lijn was en eigenlijk nog in dat vlak een veeg uit de pan gaf aan gebeurlijke juristen om nu eindelijk eens te lezen wat er in contracten staat en het niet de bedoeling kan zijn om achteraf daaromtrent een gekissebis te hebben. Ik denk als we die synthese maken, de pen ging niet naar boven, maar ik druk, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat de Nederlandse jurisprudentie zeer duidelijk is. Hè. Men aanvaardt zonder enige twijfel dat het concept leegstandsbeheer een model is dat bestaat in Nederland, naast de overige modellen die wij in België ook kennen. Woninghuurwetgeving, gewoonhuurwetgeving, handelshuurwetgeving. Dat men zegt van kijk, we geven het ook een autonome plaats, vind ik zeer belangrijk. Zelfs men gaat dat institutionaliseren. We hebben bijvoorbeeld ook in Frankrijk, kom ik later ook straks nog even op terug, de zogenaamde loi Camelot. En men aanvaardt, en dat is heel belangrijk, dat vanuit het bedrijfseconomisch gegeven een snelle en flexibele opzeg nodig is. Men zegt enkel en alleen, zorg ervoor dat u dat in uw contracten op voorhand zeer duidelijk inschrijft, dat men weet waartoe men zich verbindt en verbonden heeft, maar een snelle flexibele opzeg moet kunnen op basis van deze overeenkomst. Nu, we zitten in Vlaanderen, we zitten in België, het Nederlandse model is leuk, maar hoe zit dat inderdaad de dag van vandaag in België zelf? Wel, wij hebben eigenlijk een aantal jaren geleden samen met de Raad van Bestuur van Camelot gekeken van goed, die overeenkomsten, in welke mate zouden we die al dan niet kunnen fine-tunen naar Belgisch model. Met andere woorden, bestaat er in België de bruikleenovereenkomst? Ja, die bestaat. Maar is er geen ander model dat misschien mogelijkerwijze nog nauwer kan aansluiten? En wij menen dat dat absoluut zo is. Omdat je in België minder problemen daarmee hebt in Nederland, maar in België wel, dat je in België nogal wat jurisprudentie hebt die zegt, ja, maar een bruikleenovereenkomst kan je niet altijd ad nutum opzeggen. Voor de niet-Latinisten, ad nutum is at one's will op een zeer korte termijn. En een bruikleenovereenkomst is men in België ook nogal wat stringenter, waarbij men zegt van, kijk, die opzegging op korte termijn, dat wringt wat. Wel, wij menen dat eigenlijk heel mooi in dat plaatsje passende de bezetting ter bede overeenkomst is. Een bezetting ter bede overeenkomst die eigenlijk als perfect substituut kan gelden voor de bruikleenovereenkomst in Nederland. Hebben wij daaromtrent in België een wettelijk kader? Klaar en duidelijk, nee. Is dat op dit ogenblik nodig? Eveneens klaar en duidelijk, nee. Waarom? Omdat het Hof van Cassatie, reeds sinds 1973, want ik merkte net er straks toen ik sprak over bezettingen ter beden boven, dat er bepaalde mensen mij bekeken en dan ja, kijken ze naar het naamkaartje en zeggen ja, die man moet straks nog spreken, dus hij gaat het model wel verdedigen. Maar het Hof van Cassatie heeft zich eigenlijk in 1973 daaromtrent al uitgesproken en heeft gezegd van kijk, hoogste gerechtshof in België, dit is een aanvaard principe. Dus wat mij betreft, gelet op de hoogste jurisprudentiële toezegging, hebben wij op zich het behoeftevoorkeur, maar op zich geen bijkomend wettelijk kader nodig. Nu, die bezetting ter bede, ik heb, misschien is het nuttig om daaromtrent een aantal voorbeelden daaromtrent te geven. Wat is de toepasbaarheid? Ik geef u een aantal. Het kan bijvoorbeeld voorvallen dat men een onroerend goed wenst te verkopen. Men verkoopt een onroerend goed en op dat onroerend goed is een benzinestation aanwezig. Goed, zegt die koper, ik ben bereid om dat te kopen, maar onder opschortende voorwaarden, u kent het allemaal, van het bekomen van een vergunning. Dat ik bijvoorbeeld dat benzinestation na het verlopen van de milieuvergunning in 2014 nog 10 jaar verder kan uitbaten. Dan gaat het mogelijk zijn dat in die tussenfase, en ik moet opletten, want we zitten in de stad Antwerpen en ik zie daar vanachter iemand heel streng naar mij kijken, maar dat in het kader van de aanvraag van vergunningen in andere steden buiten Antwerpen, hè, dat wel even kan duren. Maar dan zit natuurlijk die verkoper op dat ogenblik met een bedrijfseconomisch gegeven. Want men gaat daar inderdaad leegstand creëren. Wel, de bezetting ter bede is een perfect, en dat is ook door de jurisprudentie aanvaard, toepasbaar op een dergelijke casus. Men kan dus in afwachting, zelfs al is er een overeenkomst gesloten onder een opschortende voorwaarde van het bekomen van een verlenging van de milieuvergunning voor de koper, opschortende voorwaarde, overeenkomst bestaat, de voorwaarde is nog niet in vervulling gegaan, kan men op dat ogenblik middels een bezetting ter bede eigenlijk een derde partij de uitbating van dat tankstation toevertrouwen met die premisse, let op, van het ogenblik dat die opschortende voorwaarde in vervulling gaat, dan moet u vertrekken. Dat is een mogelijke casus. Tweede casus is bijvoorbeeld, boer Jan sterft, heeft 25 zonen en 33 dochters. U weet, een erfenis uitklaren is op dat ogenblik relatief moeilijk. Maar men zit met die landbouwgronden. En de zonen en de dochters onderling zijn aan het kissenbissen. Want men wil niet dat de aardappelen gerooid worden en dergelijke meer. Want nee, dat deel is van mij en dat deel is van mij. En een erfeniskwestie kan 3-4 jaar duren. Dan kan men perfect een bezetting ter bede maken voor bijvoorbeeld een pachter. Daar waar naar Belgisch recht de pacht minstens 27 jaar moet duren. Maar men kan perfect een bezetting ter bede creëren om in afwachting van de oplossing van het erfenisgeschil daar aan een derde de landbouwactiviteiten te laten uitoefenen. Handelsagentuur, handelshuur,
specifiek handelspand. Bijvoorbeeld, een man sluit met persoon X, Y een handelsuurovereenkomst. Die loopt af op periode Z. En de man zijn zoon zit in het buitenland en die zou, heeft gezegd, vader, ik ga 2 jaar naar Thailand en dan kom ik terug, want dan heb ik de wereld gezien. En die laat na 2 jaar weten dat het toch nog 4 jaar kan duren. Maar die man is dermate vol van zijn zoon, want hij moet dan toch de beenhouwerij gaan voortzetten. En die zit met een gegeven dat hij eigenlijk toch gedurende die 2 jaar die beenhouwerij verder in uitbating moet geven, in afwachting van de terugkomst van zijn zoon. Weer al van toepassing, bezetting ter pede, perfect mogelijk, ondanks het feit dat we dus met handelshuur van dwingend recht zitten, aanvaardt het Hof van Cassatie, dergelijke casussen. Ik ga het ietsjes makkelijker maken. Een vierde voorbeeld, een brouwerij. Iemand die zegt van, kijk, ik wens een café over te nemen. Ik wens die huurovereenkomst over te nemen. Ik wens aan de andere kant naast die huurovereenkomst ook het handelsfonds over te nemen. Maar ik weet niet of dat dit café goed draait. Perfect mogelijk, bezetting ter bede, overeenkomst van 1 jaar, die zeer kortstondig opzichtbaar kan zijn. Of dan wel, kan verder gezet worden in een langdurige, bestendige overeenkomst. Een allerlaatste voorbeeld, want u ziet, ik heb een hele lijst. Om dat een beetje naar het publieke sector te trekken. Het is bijvoorbeeld de casus geweest dat een perceel weide diende onteigen te worden voor de aanleg van de ring rond Brussel. En waarbij in afwachting van de uitvoering van de werken de overheid, de staat, dit perceel in gebruik geeft aan een derde middels een bezetting ter beheer. Dus u hoort het, de toepassingsmogelijkheden van dat model zijn legio en zeer breed. En zijn wat het mij betreft zeer specifiek van toepassing op het Camelot-model. Want bijvoorbeeld, men kan geconfronteerd worden in het kader van een reconversie en een nabestemming. Ik geef u het praktisch voorbeeld. We zitten hier op dit ogenblik in een kantoorruimte. Dat bijvoorbeeld de eigenaar van deze kantoorruimte zegt van, kijk, ik wens die toch te gaan slopen. En ik wens eigenlijk voor de sloop van die kantoorruimtes ook een subsidie aan te vragen in Brussel. U weet, men kan daarvoor subsidies krijgen tot 90% van de kost van de afbraak. Wat is het probleem? Als de eigenaar een sloopvergunning gaat indienen, gaat hij enkel subsidies kunnen krijgen als hij effectief de nabestemming van het ordend goed mee kan indienen. Maar omtrent die nabestemming moet natuurlijk men wel eerst weten welke economische directive men wist uit te gaan. En dat kan een aantal maanden duren op basis van een businessmodel. Dus u ziet het, dan wordt men onmiddellijk geconfronteerd met het gegeven dat dat 3, 4, 5, 6, 7, 8 maanden kan duren, een tijdelijk karakter. En dat men inderdaad op dat ogenblik moet zorgen voor een tijdelijke invulling via eigenlijk het model leegstandsbeheer dat daar perfect voor was. Via het model eveneens juridisch gekaderd de bezetting ter bede. Wat belangrijk is bij een bezetting ter bede, is 2 componenten die altijd aanwezig moeten zijn. 2 componenten zijnde het tijdelijke karakter en vooral het precair gegeven. Het precair gegeven dat men eigenlijk in die overeenkomst niet kan inschrijven hoe lang het duurt. Dat is wel zeer belangrijk. Het moet tijdelijk zijn en blijven. Het is niet de bedoeling dat men op zich bezettingen ter bede overeenkomsten gaat sluiten voor 27 of 33 jaar. Maar dan gaan we natuurlijk voorbij aan het inhoudelijk model. Ik druk even enthousiast op het knopje. Dan komt men inderdaad bij de voordelen van die bezetting ter bede. Het is duidelijk, hè? De gebeurlijke korte duur, hè? Het onzekere karakter omtrent de duur, de mogelijkheden om die overeenkomst op zeer korte termijn te beëindigen en de mogelijkheid om een prijs te bepalen. Want dat is mijns inziens als jurist een bijkomende asset versus het Nederlandse bruikleningsovereenkomstmodel, dat men eigenlijk in de rechtspraak aanvaardt dat er wel degelijk een prijs tegenover kan gesteld worden. Voor alle duidelijkheid, die prijs is niet gelijk aan een huurprijs. Ik verwijs daarvoor naar de uiteenzetting van de schepen, die dat daar straks ook al aanhaalden. Als we dan even gaan kijken naar de essentiële bestanddelen waar toch moet als jurist op gelet worden, die moeten terugkomen in zo'n bezetting ter bede. En ik blijf dat steeds benadrukken, ook bij mijn collega's, dat de opmaak van die contracten van in de beginnen juist moeten gepositioneerd worden. Want u moet begrijpen, als er dan toch eens een casus is die moet voorgelegd worden aan een rechtbank om een snelle en korte beslissing te bekomen, is het nuttig dat men aan een rechtbank duidelijk het model kan uitleggen en juridisch kan tonen wat erin zit, dat die rechter duidelijk kan zeggen, dit is inderdaad in dit vakje. Het precaire gebruik, zoals gezegd, de reden waarom dat precair gebruik wordt toegestaan. U heeft het gehoord, de voorbeelden daar straks. Aanleg ring rond Brussel, tijdelijk die weide in afwachting van de onteigening. Dat is een duidelijke reden, moet ook in die overeenkomst staan. De aanduiding uiteraard van het onroerend goed. De periodieke bezettingsvergoeding, dus er moet een staffel tegenover staan, welke vergoeding men daarvoor vraagt. En de duur van de overeenkomst, evenals de beëindigingsmogelijkheden. Het is zeer duidelijk, en dat is een premisse van de rechtbank in de casuïstiek die wij in het verleden hebben gehad, dat inderdaad de rechtbank zeer duidelijk op zoek gaat naar, zijn de beide partijen, dan vooral op het niveau, ik bedoel dan niet het niveau beheersovereenkomst, want dat is meestal 1000, dat is business to business, maar vooral op het niveau met de bezetter. Wist de bezetter wat hij tekende, wist de bezetter waar hij in stapte.
Er zijn twee aandachtspunten bij een bezetting ter bede die eigenlijk gedurende toch een tiental jaar in de rechtspraak voor wat controversie hebben gezorgd. De omvang van de vergoeding en ook de duur van de overeenkomst. Er is eigenlijk een bepaalde, mijns inziens, minderheidsrechtspraak die heeft gezegd, ja, die omvang van de vergoeding die moet substantieel lager liggen dan een huur. Maar ik denk eigenlijk dat je dat niet kan benaderen vanuit een juridisch perspectief. Ik denk dat dat eigenlijk eerder geldt vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Omdat iedereen weet dat indien men geconfronteerd wordt met leegstaande kantoorruimtes, dat die natuurlijk niet telemeet klaar zullen zijn, niet telemeet klaar zullen gemaakt worden op zich. En dat Camelot, in het Camelot-model vinden wij eigenlijk terug dat men gaat een marktstudie doen en men gaat kijken dat men eigenlijk de bezettingsvergoeding net onder die marktwaarde legt. Ook daar heeft de rechtbank geen enkel probleem mee en aanvaardt dat. En die duur van die overeenkomst, ik heb het al aangestipt, men moet ervoor zorgen dat die duur beperkt is in tijd. Het moet een flexibel economisch model blijven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld, u kent het allemaal, rechten van opstel die worden gegeven voor 50 jaar, of erfpachtrechten die worden gegeven voor minstens 27 jaar. Dat zijn starre, langdurige modellen. Hier spreken we over kortstondige modellen, modellen maximaal op middellange termijn. Autonoom en aanvullend heb ik gezegd in mijn slide. Drie zaken die de schepen ook al aanhaalden, en terecht, we zitten met het decreet leegstand en verwaarlozing, met de Vlaamse wooncode en de woninghuur en algemene huur, want een heel vaak terugkomende vraag is van, ja, meester, dat is allemaal heel leuk, maar die bezitters, hoe past u dat dan in met toch wel drie, waarvan er minstens twee van dwingend recht zijn, die modellen? Wel, mijn antwoord daar is heel duidelijk. Er is geen conflicterend model, het is aanvullend op elkaar. Het is op geen enkele wijze dat, in mijn zin is naar mijn perceptie juridisch, het model Camelot, het leegstandsmodel, het vastgoedbeschermingmodel, zou indruisen tegen het decreet leegstand in verwaarlozing. Waarom? Heel eenvoudig. Laat ons eerlijk zijn, de genese en de voorbereidende parlementaire werkzaamheden wijzen erop van het decreet leegstand in verwaarlozing. Wat is de bedoeling daarvan? Om op micro- en macro-schaal twee doelstellingen te bereiken. In de straat het straatbeeld opwaarderen en verloederde en verpauperde panden tegengaan. En op macro-schaal uw stedelijk gebied een fresh opgeven. Dat is de bedoeling van dat decreet. Natuurlijk wat men in Vlaanderen dan ook wel krijgt, op basis van dat decreet, dat natuurlijk bepaalde inkomsten gaat genereren aan overheidswegen. En ik denk dat daar vaak het spanningsveld ligt van, ja, welke pendel gaat meer doorwegen. Ik persoonlijk meen dat eigenlijk met dit leegstandsmodel men het voorwerp gaat wegnemen van het decreet. Men gaat die leegstand wegnemen. En wat mijn zinziens politieke aandacht behoeft, is dat eigenlijk in het kader van het decreet toch een opening zou moeten gemaakt worden die in mijn zin de dag van vandaag vaak op praktisch vlak al wel is bij verschillende dossierbeheerders hoor. Maar dat men kan zeggen van kijk, indien wij die tijdelijke leegstand kunnen oplossen, dat er dan inderdaad minstens een opschorting kan zijn van de gebeurlijke heffingen. Wat natuurlijk een bijkomende asset is voor het bedrijf op zich, maar dit gaat onmiddellijk terugkomen in de checks en balances van het bedrijf zelf. Vlaamse wooncode. Vlaamse wooncode is een aspect van dwingend recht waar wij als juristen op zich volledig achter kunnen staan, wezen het wel dat de Vlaamse wooncode van toepassing is, wat mij betreft, op de woninghuur. Op de woninghuur die van toepassing is, op onder meer het bestendig ergens wonen als hoofdverblijfplaats. Dus ik vind persoonlijk dat het Camelot-leegstandsmodel eigenlijk daar niet onder resorteert, maar wel aanvullend is, want ik hoorde daar straks de heer Van Oost inderdaad al zeggen, men doet dus bij Camelot zelf autonoom in het begin al een volledige sweeping van het pand om ervoor te zorgen dat men zich eigenlijk al gaat confirmeren zonder dat men het wettelijk moet doen, maar men wenst dat te doen, omdat men spreekt over het quality label. Meneer Van Oost, het enige keurmerk dat wij kennen in Vlaanderen, dat is het keurmerk op het varken, dus het vlees. Wij kennen dat nog niet, maar dat keurmerk hopen dat hier ook wel zal geïnstitutionaliseerd worden. En dat men eigenlijk een sweeping gaat doen van het pand van in het begin en twee wekelijks periodieke controles. Dat geeft de gerustheid op het niveau business-to-business contract met de eigenaar die weet mijn pand wordt geconserveerd. En dat geeft eigenlijk ook een vorm van controle naar de gebruikers toe. Die weten dat men daar toch niet zomaar kan doen en laten wat men wenst. Derde aspect is eigenlijk het aspect waar wij als jurist, als advocaat, als rechtspracticus het meeste mee geconfronteerd worden. Het meeste, twee casussen, maar goed. Het zijn twee casussen geweest waarbij het stereotype van onze confraters steeds hetzelfde antwoord kregen. Waarde confraten, u bent verkeerd, dit betreft een woninghuurcontract. Dan kan je natuurlijk aan de telefoon en in conclusies aan zo'n confrater proberen uit te leggen dat hij het bij het verkeerde eind heeft en dat dit een leegstandsmodel betreft. En op dat ogenblik kan het natuurlijk gebeuren dat je de rechtbank moet vatten. We hebben twee zeer recente uitspraken gehad en niet onbelangrijk. Rechtbank Eerste Aanleg in Brussel zetelend in kortgering, want
Wij zitten in België met een probleem wat, mijn zin is, in Nederlands veel vlotter gaat. Dat is de rechtsingang. In België duren procedures zeer lang. Wel, het is zo dat in het geval van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel wij geconfronteerd werden met een leegstaande bedrijfsruimte waar één gebruiker weigerde te vertrekken. Maar dus daadwerkelijk weigerde. Bleef gewoon zitten. Hè. Wat doe je dan? Hè? Je kan eigenlijk op dat ogenblik drie zaken doen. Je kan de politie erbij halen. Die gaat komen, die gaat zeggen, excuseert u mij voor mijn dialect, meneer, dat is een zaak van burgerlijk recht, daar komen wij niet tussen. Dat is het standaard antwoord dat men krijgt in Antwerpen dan. Of je kan natuurlijk zelf daar een aantal Joegoslaven naar sturen en die mensen buiten sturen, maar dat doet natuurlijk Kamerlot niet, laat ons duidelijk zijn. Of je kan de rechtbank van eerste aanleg in Brussel in dit geval vatten en zeggen, kijk, kortgedingrechter, wij gaan die zaak mogelijkerwijze ten gronde dat debat nog wel voeren. Maar ik wil dat u nu wel, op basis van het model dat ik u kom uitleggen, een zogenaamd prima facie uitspraak doet. Een prima facie onderzoek van de feitelijkheden. En ik wil dat u eigenlijk nu al een eerste uitspraak doet omtrent het feit dat wij eigenlijk de bezitter daaruit mogen verwijderen. En het is voor ons een belangrijk precedent geweest in België. Daar is de kortgingrechter, bevestigd in graad van beroep ondertussen in Brussel, ons integraal ingevolgd, waarbij de kortgingrechter zei van inderdaad, uw model is klaar en duidelijk en de bezitter wist perfect wat hij tekende en wist perfect waar hij voor ging. Dat is bevestigd ook in de lagere rechtspraak, vredigrecht van Uccle. Waarom is dat voor mij minstens even belangrijk? Omdat het uiteraard in België de vredigrechten bijna unaniem gevat worden voor dergelijke geschillen, omdat men vaak, indien men aan tegenzijde dagvaart, hè, dan gaat men zeggen, ja, het is geen huurovereenkomst, men vindt dan wel dat het een huurovereenkomst is, dus men gaat dat voor een vrederechter brengen, omdat een vrederechter exclusief bevoegd is voor huurgeschillen. En wij vinden dat niet erg om dat door een vrederechter te laten beslechten, omdat een vrederechter eigenlijk de doorloop is van verschillende geschillen in de buik van de maatschappij, en eigenlijk zijn uitspraak die dan gaande voor ons ook toonaangevend is geweest en dat 100% heeft bevestigd. De vraag kan gesteld worden of er in België, ik heb het straks al gezegd, een wettelijk kader nodig is. Ik laat dat in het midden. Dat is niet mijn taak als advocaat om daarvoor te pleiten. Ik vind wel minstens dat het leegstandsmodel en het concept dat erachter zit, het juridisch concept, zijn de bezetting ter bede, een plaats verdient. Een plaats verdient naast woninghuur, een plaats verdient naast handelshuur. Enkel en alleen maar om te vermijden dat je nutteloze en zinloze discussies gaat hebben omtrent het feit, ja, maar is dat niet van toepassing en dat niet van toepassing? Men gaat eigenlijk andere principes soms ten onrechte van toepassing maken op dit model, daar waar dit model autonoom en op zichzelf staand is. Dat brengt mij tot de syntheseconclusie. U ziet, ik ben er doorgegaan met een rotvaart, zoals men in Nederland zegt. Het is een duidelijk afgeleid concept in zaken bescherming en conservering van leegstaande gebouwen, met het oog op een nadere herbestemming. Dat is voor ons juridisch ook interessant. Ik denk dat dat niet ontkend kan worden, dat inderdaad voor een bedrijf op korte en middellange termijn de tijd krijgen, de zuurstof krijgen, u weet allemaal, de opcentiemen en de boetes in het kader van leegstand, die zijn niet min. En een bedrijf zuurstof geven om zich bedrijfseconomisch te kunnen heroriënteren en tegelijkertijd aan dat bedrijf kunnen zeggen van kijk, luister goed, wij zullen in die tussenfase voor u zo zorgen dat uw patrimonium geconserveerd blijft. Ik denk dat dat een zeer belangrijke asset is in dit verhaal en wijdenzijd verspreid en aanvaard in zowel Engeland, in Ierland, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het is een juridisch flexibel inpasbaar model, indien men inderdaad duidelijke beheersovereenkomsten sluit, business to business, en overeenkomsten in zaken bezetting ter bede of bruikleenovereenkomsten, zoals men het wil, in Nederland en de andere landen anderzijds. Ik vind persoonlijk als jurist zonder meer, ik sta er 100% achter, dat het een aanvulling is op de bestaande wetgeving, eerder dan dat het conflicteert met wetgeving. En het heeft twee surplussen. Hè. Laat ons dat vooral niet vergeten. Het heeft een economische surplus voor het bedrijf, bestrijding van de leegstand, het wegnemen van dat voorwerp. De panden die in goede staat blijven, gelet op de tijdelijke bezetting, waar Kamerlot inderdaad dan ook nog, bij wijze van spreken, die servicedienst extra aanbiedt. Maar die socio-economische surplus is ook niet onbelangrijk, maar maatschappelijk ongewenste neveneffecten worden vermeden. U weet allen, die ongewenste neveneffecten zijn zeer breed. Hè. Men gaat hangjongeren krijgen, op zich is tegen hangjongeren niets mis, maar dat gaat vaak gepaard met drugsgebruik. Dat gaat ook heel vaak gepaard met in wijken een subjectief gevoel van onveiligheid. En als het gaat over subjectieve gevoelen van onveiligheid, dan zijn toch de meeste politici zeer gevoelig aan. Niet waar? Ik denk dat dat eigenlijk de synthese is van het model en mijn korte juridische uiteenzetting. En ik denk dat, en ik durf hopen, dat dit model eigenlijk naar de toekomst toe in België nog meer verspreid zal zijn dan het nu is.
En dat het eigenlijk ook een politiek draagvlak kan bieden voor gebeurlijke politiekers om dit binnen de parlementen, maar daar verwijs ik naar de charmante verschijning van mevrouw De Baats, die hij misschien mogelijker zal toelichten, dat daar ook zijn draagvlak zal ook krijgen. Ik dank u bijzonder voor uw aandacht en tot stemmens.